Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag is het weer zover. Oh, we gaan weer cursussen verkopen. Nee. Want ik hou niet van mensen scammen. Ik heb deze gozer voorbij zien komen en ik wist gelijk. Kassa. Ja hoor, ik wist gelijk dat dit er weer heen. Echt, wat we deze video allemaal gaan meemaken, dat is niet normaal. Vind je het leuk? Dat zeker een duim omhoog achter en abonneer op mijn kanaal. Dat kan hier beneden. Hartstikke gezellig. We gaan vandaag reageren op Mees Wijnands. En ik hou heel erg van de eerste letters omdraaien. Dus zeg maar hooi het boek en zo. Maar als ik dat bij hem doe, dan wordt het Wees Mijnand. Dan lijkt het als een soort van kind van de Meilandjes. Maar dan die afgestoten is. Dus dat gaan we niet doen. Goed, Wees Mijnands. Jullie kennen hem misschien allemaal van dit soort TikToks. Ja, ik wil wat anders zeggen, maar TikToks. Hey pap, mag ik 3 euro hebben? Prima hoor, jongen, alsjeblieft. En nu komt mijn lievelingsgedeelte. Sorry pap, maar ik heb toch iets meer nodig. Mag ik nog een extra 7 euro, alsjeblieft? Ja, prima joh, alsjeblieft. Zag je wat ik daar deed? Ik vroeg eerst om een klein bedrag en daarna om een groter bedrag. En daardoor is de kans veel groter dat dit uiteindelijk ja zegt tegen 10 euro. Hé, dat hoorde ik, jongen. What the fuck? Ik praat eerst 3 euro van je vader en dan 7 euro. Want dan krijg je 10 euro. Als je meteen 10 euro zegt, zegt hij nee. Lijkt mij logisch. Lijkt me ook iets wat totaal nog nooit gebeurd is dit. Hoe ben jij zo slim geworden? Nou, ik volg Mees Wijnands op TikTok. Nou, dat is dus een beetje, ik volg me heel veel mensen, ik volg dit en dat op TikTok. Ik weet niet of hij dat verzonnen heeft. Zowel, nou, dan vind ik dat hij dat best leuk gedaan heeft. Dat is best wel iets wat veel mensen doen nu. En als hij het verzonnen heeft, is dat heel leuk. Hey pap, ik neem ontslag bij de appie. Ik heb er echt totaal geen zin meer in. Wat? Ben je niet goed bij je hoofd, maar, mafkees? Wat ga je nu doen dan? Iets gewonnen waarmee ik online geld kan verdienen. Oh nee. Ik dacht nog op een gegeven moment ging het fout, maar het is hier al fout gegaan. Iets van de Noordwest hebt. Dan wil je dit horen. Nou. Hi Northface, mijn jas heeft een scheur. Ja. Ik wil hem graag gratis laten vervangen. Zo, dat is een flinke scheur, ja. Heb je de bon nog? Nee. En die heb ik ook niet nodig. Nee, heb je dit niet nodig. Dit zou moeten vallen onder jullie levenslange garantie. Ik heb ook die Northface jas samen met Gucci. Zou dat ook tellen dan? Levenslange garantie. Zo. Slim man. Hoe weet je dat eigenlijk? Nou, ik volg Mees Wijnands. Op Instagram, we zitten er op TikTok. What the f***. Maar in ieder geval, dit soort filmpjes, nou ja, kijk, best leuk. Eigen soort filmpjes, een beetje handige tips en dingen. En dan denk je van, dat is leuk, dat is geinig, dat is leuk. Daar moeten we wel mee doen. Nou, vanaf toen ging het helemaal bergafwaarts. En dan weet je het alweer. Ja, zie je, weet het alweer. Miljonair worden is niet moeilijk. Je hoeft maar 150 euro per maand te investeren in iets wat 10% per jaar stijgt. Doe dit. Miljonair worden is niet moeilijk. Je hoeft maar 150 euro per maand te investeren in iets wat 10% per jaar stijgt. Doe dit 40 jaar, je hebt 1,2 miljoen. Maar wat moet je dan met het geld op je 60? Vraag dan maar aan je opa of hij graag bij had gehad. Nou, mijn opa's zijn dood, dus ik kan het ze niet vragen. Maar ik denk dat er niemand is die kan vragen van, heb jij graag 1,2 miljoen erbij? Dat hij zegt, nee, tuurlijk, iedereen wil dat er toch bij. Doe dat voor dom iets. Jongen. Maar 150 euro per maand te investeren in iets wat 10% per jaar stijgt. Er is niets wat 10% per jaar stijgt. Dat bestaat niet. Want als dat zou bestaan, zou iedereen zijn geld erin investeren. Er is niks wat 10% per jaar stijgt wat je met zekerheid kan zeggen. Er is sowieso niks wat je met zekerheid kan zeggen dat stijgt. Sta je met 10%. Dit is hetzelfde als miljonair worden is niet moeilijk. Zet 500.000 euro op rood. Ja, het kan dat je het goed hebt, maar het kan ook heel goed niet. En dan werkt het niet. Dus dit is een tip. Nou, en je weet waar het heen gaat van iemand die normale film. Nou, normaal, dat heb ik ook niet. Die filmpjes maakt naar dit soort filmpjes. Dan weet je waar het naartoe gaat. Ja hoor. Hij verkoopt bol.com. Tips en tricks. Deze gasten zeggen oprecht allemaal hetzelfde. Ik weet ook zeker dat ze allemaal dezelfde cursus hebben. Ik weet het zeker. Ze delen gewoon elkaars cursus en ze doen een paar andere woorden erin. En het is gewoon dezelfde cursus. Het is gewoon 100% dezelfde cursus. Hier kan ik trouwens echt slecht tegen. Ik zie hier staan. We worden samen rijk. Sodemiet erop. Er is maar één iemand die hier rijk wil worden en dat is Mees. En Mees geeft echt geen f*** om of jij ook rijk wordt of niet. En stel hij zou echt zoveel geld verdienen met verkopen op bol.com. Waarom zou hij het dan ooit vertellen aan andere mensen? Waardoor hij veel meer concurrentie krijgt en niet meer ermee verdient. Dat slaat helemaal nergens op. Oh, mensen, denk nou met jullie hersenon. Denk met die hersenon. Nou, dan weet je ook alweer welke kant het op gaat. Zou hij fan zijn van Andrew Tate? Andrew Tate is die kale gast die echt fucking veel fans had. En die dan de hele rare dingen mixte met wat minder rare dingen zeggen. En sommige dingen denk je van, oh, hij heeft wel gelijk. En daarna zei hij weer iets dat je dacht van... Jullie weten allemaal wie hij is. En hij is nu opgepakt voor verdacht van verkrachting en weet ik het allemaal. Nou ja, dat is nog niet bewezen. Dus dat weten we allemaal niet. Maar het ziet er niet goed uit. Het systeem is ontworpen om jou te laten falen. Het is gewoon al die gasten. Ik maak gewoon dezelfde video als dat ik van die Gerlanco maakte. Het is gewoon exact dezelfde video. Het is een gozer, filmpjes. Ineens van, je kan miljonair worden. En dan cursussen verkopen. En de Matrix. Ik kan mijn huur niet betalen, mijn energiekosten zijn door het dak en ik heb een studieschuld van 50k. Oh. Ik zit er helemaal doorheen. Ja, dat is ook niet zo gek. Het hele systeem is gemaakt om jou te laten falen. Dat was de bedoeling. Hè? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Ga maar na. Wat wordt tegenwoordig als normaal gezien? Ja. Je moet geld sparen, terwijl zij het kunnen printen. Om überhaupt te beginnen in de maatschappij moet je een studieschuld nemen van 50.000 euro. Dan krijg je heel misschien een baan die bij de studie past.
Vervolgens moet je een schuld van 4 ton nemen voor een huis. Ja. En dat bekostigen met een salaris van 2100 euro per maand. Dat gaat niet lukken. Als je een huis van 4 ton hebt met 2100 euro per maand. Kan ik je nu al vertellen. En tot slot wordt er op je hart gedrukt dat investeren gevaarlijk en risicovol is. Dat is het ook. Het is... Nou, gevaarlijk is een raar woord, maar het is wel risicovol. Dat is ook de waarheid. Dat, ja, behalve Bees Meijndans, want die heeft een investering waar die 10% per jaar oppakt. Geen risico. En nou ja, miljonair. En jouw opa, ja, die had het graag gewild, hè, maar die heeft het niet. Nee, nee. Omgekeerde wereld. Hè? Inderdaad. Het is normaal om jezelf in de schuld te steken, om je duo volledig aan bier uit te geven. Maar als je dan wil investeren, wordt het je afgeraden. Ja. Terwijl, als ik er troep van koop, dan is het weg. Maar als ik ga investeren, dan kan ik juist een vermogen opbouwen, toch? Ja, natuurlijk. En zelf met iemand als Warren Buffett zegt dat investeren in indexfondsen het allerbeste is wat een normaal iemand, zoals jij en ik, kan doen. Maar op school leren ze alleen maar dat je geld moet sparen, wat helemaal niks waard is. En leren ze je niks over investeren. En daarom volg ik Mees Wijnands. Maar Wat heeft het systeem is ontworpen om je te laten falen? Begin we met investeren. Wat heeft dat met het systeem te maken? Je kan ook investeren en wel gewoon het systeem volgen. Hè? Ik snap geen f*** van deze gast. En toen werden Andrew Tate en die andere Tate opgepakt. En hij had even een reactie. Dus Andrew en Tristan Tate zijn deze morgen aangehouden voor schijnbaar onzin. Volgens hem is het dus al sowieso onzin. Kijk, ik ben het er mee eens dat als iemand wordt aangehouden, dat je niet per se kan zeggen van hij heeft het gedaan. Maar het is ook niet per se onzin. Aangehouden voor verdenking van verkrachting en human trafficking, dus mensenhandel. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal gewoon nep. Dat staat helemaal nergens. Op, dat is gewoon bedacht, dat doen ze niet. Er is ook helemaal geen bewijs. Doe niet, hij is echt de allergrootste rimmer van die gasten ooit. En die Tate, die kent die fan, die kent deze niet eens. Maar dit is, nou dit is niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n zieke fanboy gezien. Hij heeft 2 moorden gepleegd op camera. Bla bla bla, is niet gemaakt. Die camera is gemaakt op het systeem. Wat denk je daarvan? Waarschijnlijk worden ze ook gewoon heel snel weer vrijgelaten. Ze zitten voor mij nog steeds vast. Andrew Tate. Roemeens OM legt beslag op 3,6 miljoen euro aan spullen van Andrew Tate. Dat is wel raar, want hij was al lang vrij, toch? Hij werd eind december opgepakt. Dit weekend diverse luxe autohorloges en stapels geld en verschillende valutas van Outkicks worden geconfiskeerd. Hij ontkent alle beschuldigingen en voelde rechter dinsdag op vrijlating ging daar niet in mee. Hij zit dus nog steeds vast. Al bijna iets minder dan een maand. Wat raar is, want ik zag net een filmpje van Mees Wijnands die zei dat het sowieso onzin was en hij toch heel snel vrij zou komen. Dus hier klopt iets niet helemaal volgens mij, maar goed. Maar het erg hiervan is dus dat dit is... De Matrix is gewoon echt. Dit is het bewijs ervan. Deze man zei in elke podcast hiervoor van... Nou, let op, als ik dingen ga zeggen die zij niet leuk vinden... dan ga ik een keer opgepakt worden. En, dan... Mees, dus kijk. Wat Andrew Tate heeft gedaan, wat zou kunnen... Ik weet niet of die vent schuldig is. Maar wat hij dus heeft gedaan... Hij heeft allemaal podcasts en hij weet dat hij allemaal slechte dingen doet. Dat weet hij. Hij weet dat hij mensenhandel doet. Stel, dat zou ze zijn. Hij weet dat hij mensenhandel doet. Hij weet dat hij mensen heeft verkracht. Gaat in elke podcast zeggen van... Ja, ik zeg gekke dingen. Dus gaan ze hem zeker oppakken. Zodat nu wordt hij opgepakt voor dingen die hij misschien wel gedaan heeft. En dat dan dit soort enorme ballenlikkers gaan zeggen... Ja, nee, want dit heeft hij al gezegd. Hij heeft gezegd... opgepakt worden. Hij heeft het al gezegd. Het is hetzelfde als dat Hitler een interview zou doen, net voordat hij zelfmoord ging plegen van, dan gaan ze ook in alle boeken gaan staan dat ik allemaal mensen heb vermoord en mensen heb laten vermoorden. Ja, maar als het in boeken staat, ik zeg het nu alvast, het is niet waar, want ik zeg nu dat het niet waar is. Oh mijn god, deze gast is zo dom. Dat is echt... Ik moet even bijkomen. Even pauze. Zijn we weer. Oké. Oh mijn god, we zijn dus op 1/3 van dit filmpje. Halleluja. 2 levens verspeeld en 1/3 leven vermoord worden. Het 1/3 leven vermoord worden, jongens. Het 1/3 leven vermoord worden. Maar stel, je gelooft iemand zo erg. Je bent zo fan dat je gewoon alles gelooft wat hij zegt. Dat is echt gevaarlijk. Als je het nou nog niet ziet, alles is nep. Pensioen is nep, belasting is nep, nieuws is nep, media is nep, alles. Maar ja. Alles is nep. Zo, die komt wel even binnen, mensen. Wat doe je eraan? Vrij weinig. Dus je moet er onafhankelijk van worden. Dus dit is mijn plan om dat te gaan doen. Allereerst online geld verdienen. Als jij van iemand afhankelijk bent, ben je de lul. Niet alles uitgeven aan Louis tassen en onzin en zo, maar zorg ervoor dat je dat geld houdt. Koop er vastgoed mee, koop er bedrijven mee, koop er aandelen mee, koop er crypto mee. Koop gewoon shit ermee. Maar dingen die ze waarde behouden. Precies wat ik eigenlijk altijd zeg van, verdien geld online, investeer het. Dat zeg ik eigenlijk al 2 jaar, maar gewoon puur voor TikTok. En nu blijkt ook nog eens dat dat gewoon dus een goed doel is eigenlijk. Dus ik ga... Verdien geld online investeren, dat is een goed doel. Ga lekker mee door, totdat elk van jullie gewoon inschrijft voor die fucking business mind cursus via de link in bio. En dat elk... Oh, ik snap hem al. Dat iedereen zich inschrijft voor die typisch cursus van je, verdien jij geld. En zij niet, want zij krijgen een van de waardeloze cursus. Ja man, lekker man. Dit is ook triest, ik had dus nog een paar andere video's gevonden. Maar die heeft hij verwijderd. Dit was een soort video waar van die mee stunten dat hij 8 keer op vakantie ging per jaar. Nou, fucking vet. En dat hij een nieuwe auto heeft gekocht, fucking vet. Oh.
Over die auto gesproken trouwens. Er wordt soms een beetje gehaat van zonder op en het regent in een sloopauto zitten. En dan zulke teksten, triest. Sloopauto, en dan filmt hij zijn BMW 440i. Nee, dat is geen sloopauto. Nee, dat is geen sloopauto. Maar stel, je hebt dus een cursus gekocht bij deze gast. En die rijdt na 2 maanden zijn auto in de sloot. Kijk, ik heb even opgezocht. Niemand rijdt bij het ongeval gewond. Anders zou ik niet lachen. Het bergingsbedrijf zat uit watertaken omdat de auto met draaiende motor het water in is gegaan. En volgens met elektronica is deze vermoedelijk dood los. Oh, jongen. De Matrix! Het systeem! Het systeem heeft zo die auto in de sloot gereden. Dat is toch niet normaal? Kijk, ik weet niet wat hier gebeurd is. Ik weet alleen dat dit zijn auto is die hier in het water ligt. En dat betekent een paar dingen. Ten eerste, meestal wij aan denken dat hij top G is. Want hij heeft een trekke bak gekocht. Yeah, yeah, yeah. En ten tweede, hij kan absoluut niet rijden. Oh man, dit is echt zonde. Kijk, er zijn nu ook een paar dingen die hij kan zeggen. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar 1 is de standaard. Ja, vriend van Marie, ik reed zelf niet. 2, hij heeft hem alweer verzekerd. En hij had het geld snel nodig. Dus heeft hij hem zelf de sloot in gereden expres. Zodat de verzekeringsmaatschappij al het geld terugbetaalt. Of 3, hij kan gewoon echt totaal niet rijden. Koop geen auto met achterwielaandrijving als je niet kan rijden. Ja mensen, we staan hier bij de BMW dealer. En ik ga vandaag zijn auto ophalen. Dit was 3 maanden geleden. Die arme auto. Stel. Nou, het is beter voor die auto. Ik denk dat die auto liever in het water ligt dan dat Mees Wijnands in hem zit. Nee, maar zonder grappen. Dit is wel oprecht heel kut vol natuurlijk. Dat meen ik serieus. Als in, nu denken jullie, hij gaat lachen. Maar nee, dit is oprecht natuurlijk. Nee. Even zonder dolle nu. Stel, je komt naar de auto en hij heeft er waarschijnlijk... Kijk, dat is een beetje ding. Ik wil echt heel graag dat ik het zielig vind. Want het is wel echt kut, want hij heeft veel geld aan uitgeven. Maar het is allemaal geld van mensen die graag rijk willen worden van bol.com. En dan... Ja, dan is dat gewoon... Kut. Maar alsnog is het wel lullig dat je auto in het water is. Maar waarschijnlijk heb je het wel zelf gedaan. Dus dan is het karma. Zou dat dan zijn, denk je? Ik weet niet. Ja, het moet wel. Het is hem anders. Moest leren. Oh, dit is die Jalla waar hij die podcast mee heeft. Dit is nog een grotere Jalla dan Mees Wijnands, vind ik. Maar ik heb gewoon geen zin om over hem een video te maken. Ik heb er gewoon echt helemaal geen zin in. Maar kijk nou, dit is al ultieme Jalla waar ik in zit te kijken. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Yeah. Dit was echt een prachtige compilatie. Ja, mensen zitten in de BMW 440i. Nou, een mooie bak, 440i, echt netjes. Echt heel mooi. Gaat ook nog een beetje rijden, want dan kun je even zien hoe die rijdt. Dit is precies hetzelfde kenteken, hè, voor de mensen die denken van dit klopt niet. Dat is echt wel waar. Ik was daar 20 minuten lang. Ik kan hier ook echt goed mee driften en zo, want dan wil ik ook... Ik klik me ook dit stukje aan, ik was aan het doorspoelen. Oh, de magie van het internet is nog zo mooi. Gangster Paradise, kom er maar in! Zo, lekker gaan. Ik kan hier ook echt goed mee driften en zo. Maar ik wil het ook nog even proberen. Je kan zo heerlijk driften met dit ding. Je kan zo heerlijk driften. Ik weet echt nu gelijk waarom zijn auto in de sloot ligt. Ik zie echt gelijk waarom zijn auto in de sloot ligt. Ik zie het. Het is de eerste auto en je hebt hem 3 maanden. En hij is gaan driften, want hij zegt ik kan lekker driften. Als je totaal geen autocontrole hebt, koop dan geen auto met pk's. Dat moet je gewoon niet doen. Want je ziet wat er van komt en je wil dat niet. Ik leef mijn leven met de lach, maar ik ben overdaan. Kimo. Hoe dik heb ik een hoop gedaan? Comfort en dan kan Eco Pro. Dat is de GroenLinks-stand. Die gaan we natuurlijk nooit gebruiken, de GroenLinks-stand. Je ziet echt zo waarom hij de sloot in is gereden. Al had ik deze video gezien en niet dat hij nog in de sloot was, had ik zeker gezegd, deze gast gaat sowieso zijn auto in de sloot rijden. Had ik echt gezegd. Ja, dan weet je natuurlijk wat er gebeurt wel door de Matrix, maar goed. Zo, je hebt veel minder controle op je Audi, hè? Zo, ik voel het aan alles. Dat ging niet al. Zo, je hebt veel minder controle. Je ziet hem al kijken van, oh fuck. Ik heb helemaal geen controle over dit ding. Wat kan mij het schelen? Wel een leuke YouTube video. Zo, ik voel het aan alles. Je moet hier gaat echt rijden, je rijkutsen. Dit is echt rijden. Zo. Boos. Dat is gewoon nul gif.
Moments before disaster. Ik vind het heerlijk om met deze auto dadelijk naar Zwitserland te rijden. En dan over de voerkapas en dan zet je hem in zijn sport. Ah. En dat vind ik gewoon het mooiste wat er is. Ah. Kijk, het is echt jammer dat hij zo... wel gewoon echt een hele rare sukkel is. Maar dit is wel zielig, vind ik, dat hij dit zo zegt. Ik was eergisteren dus bij een YouTube-gala in het Amsterdam Intercity. Dat was ik ook. Ah. Toen had hij hem nog zo te zien. Jongen, als ik in de garage sta daar bij het YouTube-gala en ik loop daar en ik zie daar een of andere rare gozer in een BMW 440i lopen reffen in de garage, dan denk ik, oh, dan zal die gozer met die Jalla vriend wel zijn. Hey, ik zit er rechts. En daar was iedereen. Bankzitters, Stuk TV, Mart Hoogkamer, Fleming. Dutch performante, de hele mikmak was daar. Ja. Zo, het is een hele felle zon, jongens. Ik ga even onbeleefd zijn en mijn zonnebril opzetten. Oké, de hele mikmak was daar. En ik ook. Waarom de fuck was ik daar? Ik heb 3000 abonnees op YouTube. Maar dat is even heel erg duidelijk waarom. Omdat YouTube mij nodig heeft. Ik heb YouTube niet nodig. YouTube heeft mij nodig. Ik maak video's op TikTok en Instagram en zo. Maar YouTube wil dat overnemen. Dus daarom was ik daar, denk ik. Maar goed. Wat daaruit de boodschap is. Stel je bent zo vol van jezelf. Holy shit, YouTube heeft mij nodig. Laat me nog eens kijken. Hij haalt 12k, 15k, 80k, 50k op het TikTok. Ik kan lekker een TikTok maken waarin ik poep zeg en ik haal meer. En dan heb ik natuurlijk wel bereikt. Dus op zich is dat wel logisch. Maar hoe heeft YouTube jou nodig? YouTube heeft jou helemaal niet nodig. Liever niet zelfs. Nee, liever absoluut niet. YouTube, waarom heb je hem uitgenodigd? Holy shit, volgend jaar niet of ik kom zelf niet. What the fuck? Is dat ik Nederland heb overgenomen met mijn video's. En je moet altijd iets hebben om over te nemen. Het lijkt misschien heel suf, maar die video's boeien mij geen tyfus. Het boeit me echt geen reet hoe je gratis AirPods krijgt. Of hoe je, goedkopere vluchten vinden is wel leuk. Maar hoe je fucking Levi's klantenservice werkt. Boeien! Alsjeblieft, begin met online geld verdienen. Doe het gewoon. Kom in die sferen. Ga motivational video's kijken. Begin met ondernemen en dan staat er weer... Ja, en dit vind ik misschien wel het allerergste, mensen. En dat meen ik serieus. De overheid heeft dus het stapbudget. En het stapbudget, als ik het goed uitleg, is een soort budget wat je kan krijgen, zodat je training kan volgen of zoiets. Zodat je jezelf kan ontwikkelen. En deze gasten maken dan hun cursus €1000, want het stapbudget is €1000. En zeggen ze, je kan dat gratis aanvragen, die €1000. En dat kan je dan deze cursus mee kopen. En dan krijg je dus echt een tyfus cursus voor €1000. Maar ja, het kost je niks, want je hebt dat stapbudget. Besef, dat stapbudget, die €1000, daar betalen wij voor. Daar betaalt iedereen voor. Ik heb die... De auto van Mees Wijnands betaald. Wat een kutzooi zeg. Ik heb zijn auto betaald. Holy shit. Dat is toch verschrikkelijk. Wat ik belasting betaal. Wat overigens van de Matrix is. Geef de overheid dat stapbudget aan mensen. Die zo dom zijn om er een bol.com cursus van te kopen. Holy shit. Ik zweer je. Als ik een cursus doe. Denk ik oprecht dat ik in een week een miljoen kan verdienen. Maar waarom zou ik dat doen? Want dan weet iedereen wat ik doe. En dat wil je toch juist niet. De enige reden als je wil dat andere mensen weten wat je doet. Is als je er toch geen geld mee verdient. Anders ga je het niet vertellen. En je kan niet zeggen dat hij zegt samen worden we rijk. En dan wel zeggen van, ja, ik neem de game over. Ik ben fantastisch, ik ben dit, ik ben dat. Nee, jij geeft alleen zichzelf. Wat op zich niet erg is, maar zeg dan niet, samen worden we rijk. Yeah. Overheid geld gebruiken. Ja, ik moet zeggen, het is wel slim. Het is wel triest, maar het is wel slim. Het is gewoon wel een slim iets. Ja, het is helemaal niet dom. Het is hartstikke slim. Ja, je kan erover zeggen wat je wil, maar het is wel slim. Wagenpark, ik heb een BMW gekocht. Huh? Nieuw, tweedehands. 440i heb ik gekocht. Juist, ja. Sven, denk, wat doe ik verkeerd? Nee, ja, hij liegt niet. Hij heeft hem gekocht. Er is daarna wel iets mee gebeurd. Namelijk zo... in het water, maar... Hij heeft een BMW gekocht. Nou, ik... Schrok je toen je het hoorde dat hij werd... Nou ja, dat hij was opgepakt dus en waar hij van wordt verdacht? Ik denk dus dat het eigenlijk niet waar is. Uiteraard met rechte tijd moet ik bepalen, maar hij zegt... Nou, als je 20 minuten wil ergeren, zou ik vooral dit fragment kijken van op 1. Ik ben er helemaal klaar mee. Mees, ik hoop dat je genoten van deze video. Misschien is een Toyota Aygo een beter idee. Ik hoop dat je het leuk vond. Mensen, dan een like achter. Abonneer mijn kanaal als je bij de volgende video. Doei!